Donderdag in première de zwarte komedie Expats met Daan Schuurmans in de hoofdrol. Over de dertiger voor wie de wereld te ingewikkeld wordt en die zich bij voorkeur bezighoudt met zichzelf. Jezus, Ellen! Ben ik een monster? Nou, dat vind ik dus echt bullshit. I'm sorry, Clive, but this is something that I just cannot laugh about. Een kind is per definitie een egoïstische keuze. Als dit zo doorgaat, dan zitten wij echt enorm in de shit, hoor. Het is verschrikkelijk. Het thema voor mij van Expats is de moderne jonge mens in een steeds beschikbaarder wereld qua informatie en qua wat we allemaal weten over de wereld. Maar tegelijk is dat bij mensen ook zoveel dat je altijd maar een beetje weet. En tegelijk geeft dat weten over wat er allemaal mis is in de wereld en daar allemaal een beetje van weten, geeft ook een soort verlamming en een niet weten hoe je daar eigenlijk mee om moet gaan met de ongelijkheid in de wereld, de armoede in de wereld, de machtsverhouding in de wereld. En daar is dit stuk op een comediantachtige manier, dus een soort vergroting zit daarin. Daar gaat dit stuk over. De Verenigde Naties. Wat is er met de Verenigde Naties? Niks. Gewoon het cynische gepraat van de wereld en alles. Cynisch? Kunnen er toch geen barst aan veranderen? Ja! Cynisch, Jesus. Het is niet cynisch, het is realistisch. Whatever. Als je twintiger bent, dan zit je in de kroeg en dan fiets je dronken naar huis en weet je niet meer waar je het over hebt. En als je dertiger bent, tenminste in mijn leven is dat zo, dan zit je bij elkaar leuk thuis met een glaasje wijn en heeft er één gekookt. En dan ben je niet heel dronken, tenminste vaak niet. En dan weet je nog heel goed waar je het over hebt gehad. Kunnen we dit toch gewoon vaststellen? Je kan er toch geen meningsverschil over hebben? Iedereen heeft het er toch over? Ja. Want waar gaan die gesprekken dan over aan tafel, bij vrienden thuis? Ja, politiek, hoe dat allemaal moet. En iedereen weet ook hoe het moet. Van ja, maar dat is toch belachelijk en dit en dat. En dan wordt er getetterd en geschreeuwd en dan loopt het heel hoog op. En dan uiteindelijk is, ja, dan kom je... Ja, wat ik raar vond is, dan je fietst naar huis en je denkt, wat is nou uiteindelijk de uitkomst? Maar er is eigenlijk geen uitkomst en iedereen gaat gewoon door. En het was een leuk gesprek, we hebben toch goed gepraat over de problematiek. Maar uiteindelijk is er niks, is er geen oplossing. Er is geen, er gebeurt niks. Het is een beetje een, misschien wel een beetje een zwartgallige humor. Het is lachen om de spiegel die je ook voor krijgt. Dat je dingen te horen krijgt, dat je denkt, ja, wat erg, zo praten wij inderdaad. Over allerlei ongelooflijke grote problemen, waar we allerlei fantastische, vurige meningen over hebben, zonder dat we er ook daadwerkelijk iets aan doen. Ja, dat is iets wat erg van deze tijd is en wat niet goed is, maar wel gebeurt. Ik wil het wel lezen als het af is, hoor. Dat kan. Vind ik fascinerend, hè? Politiek en zo, de wereld. Wat je gaat zien is een avond bij expats van rond de 30. En die eten samen en praten over de wereldproblemen en over hoe het allemaal in elkaar zit en hoe moeilijk het allemaal is. En dan, op het moment dat ze daar een soort conclusie over getrokken hebben waar ze alle comfortabel mee zijn, ligt er opeens een babytje in een wieg in een tuin, een vondeling. En dan hebben ze opeens een concreet probleem wat ze moeten oplossen. En dat is dan, ja, dat is het stuk wat er dan gaat gebeuren. Wouda! Wat? Alsjeblieft, zeg. We krijgen zelf een kleine. Ja, nou. Ik heb geen zin om me verantwoordelijk te voelen hiervoor. Ik heb er geen fuck mee te maken. Jezus. We staan steeds meer klem in alles wat we weten en alles wat er mis is. En we handelen Homa vroeger. Ja, 70 was er nog actie voeren. We kunnen dat doen. We gaan de barricades op. Het staat nu eigenlijk een beetje stil, die generatie van nu. Die doet niet zoveel. Maar wellicht komt dat doordat we eigenlijk alles weten over wat er mis is. En tegelijk de complexiteit daarvan voelen en niet tot handelen komen meer. Als je twintiger bent, dan denk je, ja, maar wij zijn nog niet verantwoordelijk. De wereld is nog niet in onze handen. Want je bent nog jong en de mensen die ouder zijn, die zijn idioot. Maar op een gegeven moment, als je dan in de 30 komt, dan zitten er opeens leeftijdsgenoten in de Tweede Kamer. Er zitten leeftijdsgenoten werken bij de omroep en werken mee in het journaal. Dan denk je, wacht eens even. Nu zijn wij het toch echt zelf. En nog steeds gebeurt er geen bal. Dus dat is, dan wordt het toch een ander verhaal. Nou ja, volgens mij zijn wij een generatie mensen waarbij de sky the limit was. Dus zo zijn wij
opgevoed. En dat hebben wij te horen gekregen. Dus wij hebben het gevoel dat we allemaal mega kunnen presteren. En overal ter wereld zouden kunnen presteren. En dat kan soms ook best wel verlammend werken. We zijn allemaal zo bezig met keuzes maken. En met tijd goed verdelen. En je wil alles kan. En je wil dus ook alles proeven en doen. En dan is... En dat, omdat je dat allemaal voor jezelf wil doen, heb je soms geen tijd voor de anderen om daarnaar te kijken. Dit is wel iets waar ik me mee bezighoud en wat ik heel herkenbaar vind. En ik denk dat het voor iedereen herkenbaar is. Het is iets van deze tijd, het is niet alleen voor dertigers. Ik geloof niet dat een toneelvoorstelling iets kan veranderen. Al was het alleen maar omdat ik geloof dat mensen zich toch uiteindelijk niet aangesproken zullen gaan voelen. Je hebt in de jaren 80 heb je veel voorstellingen gehad waar dat heel erg geprobeerd werd, ook in het cabaret en zo. En ja, het doet helemaal niks. Uiteindelijk gebeurt er niks. Maar het is wel om te lachen. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Je moet het ook serieus nemen, maar je moet er ook van boven naar kijken, zoals een toneelstuk of zo, en er om kunnen lachen, zodat je lachen kan ook louteren. Expats is een stuk van Het Toneel Speelt. Donderdag in première in Amsterdam, tot en met april overal te zien. Kijk op onze website.